Yo, what's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal op deze donderdagavond. Ik ben Lem natuurlijk. En vandaag gaan we wederom kijken naar de Giro d'Italia. Van Aert verkent de Maglia Rossa nog steeds. Normaal ook gewoon de regenboogtrui. En meteen wat wijzigingen hier, want Kruiswijk is er nog bij. Maar deze man gaat niet meer oplichten. Nee. Dylan Groenewegen is uit deze ronde van Italië gestapt. Was al een aantal dagen ziek en heeft er nu definitief de brui aan gegeven. Vingegaard en Nox zijn er ook nog bij, net als Antoine Tolhoek. Olaf Kooi, hij overleeft wel. Langer dan Groenewegen, dus chapeau daarvoor. En George Bennett is de laatste in de rij, de Nieuw-Zeelander. Dan hebben we deze mannen nog met Roglic, onze grootste uitdager. Adam Yates, daar gaat het niet meer van komen. Hè, mannen. Pogacar heeft opgegeven, maar Miguel Angel Lopez zijn we ook kwijt. Jawel, ook hij is in de etappe van gisteren uit de wedstrijd gestapt. En ook hij is ziek, ja. Want hij had geen blessure, dus dan ga ik ervan uit als ze er dan uitstappen dat ze ziek zijn. Lopez stond 17e in de stand. Dus het is volledig over en uit voor hem. Hij was nog in week 1 echt wel de trotse roze truidrager. Met veel overschot. Maar blijkbaar was zijn vormpiek gaandeweg deze Giro volledig aan het weg hebben. Dan gaan we rijden in etappe 19 van Abbiate Grasso naar Alpe di Mera. Een bergrit over 178 kilometer. 3200 hoogtemeters. En we gaan beginnen met een col van tweede categorie. De Mottarone. Maar vergis je niet, morgen in real life gaan ze niet over de Mottarone rijden. En dat heeft alles te maken met het kabellift-ongeval eerder deze week in Italië en in de buurt dus van de Mottarone. Daar zijn heel wat mensen om het leven gekomen. Dus uit soevereiniteit gaan ze niet langs daar rijden. Baveno, daar ligt de eerste tussensprint wel in de etappe, ook in real life. Dus geen paniek. Dat laatste stuk gaan ze wel doen. En dan gaan we naar de Colma di Varallo, jawel, ook wel genoemd de Passo della Colma. En dat is een klim van maximum 10%, gemiddeld 6% ongeveer en 7,6 kilometer in totaliteit. Dan de Scopetta, daar gaan we voor de tweede keer tussensprinten naar 106 kilometer. En dan gaan we naar de Alpe, di Mera, gemiddeld 9% stijgingspercentage. En zo meteen in game gaan we eens kijken waar de steilere stukken zitten en waar niet. Thibaut Pinot, Primoz Roglic, Egan Bernal, de topfavorieten. Landa, Simon Yates, Boegman, Quintana, Adam Yates, Martin en Uram. Dat zijn de outsiders. En 2 minuten 40, ja. Gaat de kopman van Bahrein Victorious de roze trui vandaag overnemen op de Alpe di Mera? Het zou perfect kunnen. En wat doet Adam Yates? Want Boegman begint daar extreem dicht te komen, ja. Hecht echt in de nek van de Brit. En Formolo en Dunbar lijken een mooi duel te gaan uitvechten voor de Maglia Azzurra en de Maglia Ciclamino. Het is het stevige rond de schouders van Van Aert. Martin in het magazine, net als Davide Formolo. Dan gaan we eens in game gaan kijken wat er allemaal gebeurt. Maar we gaan meteen over naar de actie vandaag. Ja, het saaie beginstuk gaan we even achterwege laten in deze etappe. Want er gebeurt veel. En we beginnen met dit. Jawel, jawel. Hou je klaar, want het gaat gebeuren. Bam! Valpartij Maglia Rossa. Valpartij Maglia Rossa voor de Mottarone. Teunissen, Sutterlin, Miklauski. Nox liggen erbij, maar gaat hij recht staan? Kunnen we verder met de Maglia Rossa? Jawel. Oeh. Dat is al een eerste opluchting. Plus 3 dagvorm. Dus we zijn echt wel lekker gespijsd vandaag. Maar oké, als je ziet dat we in de laatste bergrit moesten opboksen tegen een plus 5 van Roglic. Dan is dat vandaag al beter. Oké, toen hadden we ook wel een plus 2. Maar ik heb Roglic nog niet gespot. Dus we zullen straks eens moeten kijken wat de dagvorm is bij Primoz. En gelukkig hebben we hier nog zitten om ons terug te brengen. Hopelijk gaan ze meteen niet versnellen op de Mottarone. Briek met de persvraag. Zou je... Zie je iemand Bernal nog bedreigen voor het roze? Dan hadden we ook nog de vraag van Molke. Zou er iemand de roze trui afpakken van Bernal? En dan hebben we ook nog een derde vraag daarover. En die kwam van, ja, ik weet het al niet meer goed, van Thomas. Ja, had Bernal een off day of komt die rug nu roet in het eten gooien bij de laatste twee bergritten? En ja, kan er toch nog iemand anders winnen? Ja, dat is natuurlijk de vraag, hè. Is het nu die rug die aan een parten aan het spelen was op de Sega Diala? Ja, ik durf het niet te zeggen. Als het zo is, gaat hij het echt wel nog moeilijk krijgen in de laatste twee bergritten. En zeker ten aanzien van Yates, want ja, die heeft sowieso bloed geroken. Hè. Dat ga je mij niet wijsmaken dat Yates nu niet denkt van oké, de eerste volgende bergrit ga ik gewoon knallen en zien waar ik uitkom. En als Bernal dan niet kan volgen, dan heeft hij in de laatste bergrit degene van overmorgen in real life, degene van morgen op mijn kanaal.
dan heeft hij daar echt wel een dik probleem. En wij zitten momenteel in het peloton terug. Dus de problemen zijn opgelost bij ons, godzijdank. Maar ik hoop natuurlijk wel voor Bernal dat hij rug het gaat houden. Hè. Het zou niet zo tof zijn moest hij daardoor deze Giro verliezen. Want op zich is hij wel heel goed bezig. Maar natuurlijk, het fysiek gestel moet ook overal kunnen volgen. Hè. Martinez, hem gaan we eerst eens bekijken van Education. Een nul dagvorm. Ik ga hier ook meteen nog een persvraag in gooien. Ja, waarom niet? Het is er eentje van Simon. Wat wordt de top 3 in deze Giro? Goh, moeilijk te zeggen. Heel moeilijk te zeggen. Ja, Caruso, soms heb ik de indruk, bergop minder. Maar oké, heeft wel nog een tijdrit. De saaie top 3 rijden of niet? Ja, ik vind het moeilijk te duiden. Maar ik zou durven stellen, Bernal op 1, Yates op 2, Caruso op 3. Dat denk ik nu. Hè. Het kan volledig nog anders uitdraaien. Hè. Wie weet rijdt Bardet nog top 3. Ja, of Almeida, als hij echt nog twee heel sterke bergritten verrijdt. Ja, waar komt het allemaal uit, hè? Wie zal het zeggen? Hier hebben we João. Hem gaan we ook eens even uitlezen. Heeft een negatieve dag voor Uran plus 1. De Colombiaanse kampioen van Education. En daar is hij. Primoz Roglic. Oh, negatieve dag voor hem. Oké. Dankjewel, Primoz. Kom aan, mannen. Het is tijd om te knallen, Jumbo-Visma's. Want Roglic is slecht vandaag. Ja, oké. Alhoewel. Die negatieve dagvorm, daar moeten we niet te hard naar kijken. Want hij heeft ons ook al klappen gegeven als hij niet zo'n goede dag had. Jeroen, met nog een persvraag. Er wordt vaak gevraagd naar de beste klimmer of klassieke renner. Maar wie is je favoriete vluchter? Ja, daar moet ik volledig chauvinistisch op antwoorden als Belg. En voor mij is dat Thomas de Gent. Ja, ik kan daar niet anders aan doen. Ik vind het heel jammer dat de Gent zich heel weinig heeft laten zien in deze Giro. In real life dan, ook in mijn versie, maar hij doet niet mee. Dus dat kon moeilijk. Maar ja, het is heel erg jammer. Hè? En het komt inderdaad omdat hij gewoon heel weinig ploeggenoten heeft. Dus hij moet ploeggenoten bijstaan op momenten waar dat hij normaal in de aanval trekt. Dus ja, lotto. Wat zijn ze daar toch allemaal aan het uitsteken, man. Ze zijn nog maar met twee renners in koers, hè. Allee, je kan toch eigenlijk niet voor een World Tour ploeg. En wij gaan hier boven komen op de Mottarone. De klim die ze dus in real life niet gaan doen. En het is Paes die aandringt. Jawel, ik denk dat dat een regen is van Movistar voor Dunbar en dan Franchini. En ja, ik vrees dat Formolo zo in de problemen komt voor de Maglia Azzurra. Voilà, daar zien we het rechtsboven. 19 punten is nog het verschil tussen de Italiaan van UAE en Edward Dunbar, de Ier voor Ineos Grenadiers. En in de jongere stand, oké, nee, dat is nutteloos. Goed bezig, Lem. Wel een tweede plek daarvoor van Hoeken. Aanschouw het rechtsbovenin, het is al terug weg. En wij komen hier nu boven met Kruiswijk, met Nox, Vingegaard, Bennett, Van Aert en Tolhoek. Alleen Olaf Kooi heeft de rol moeten lossen, maar oké. Voor een massasprinter is dat logisch. Een volgende persvraag erin knallen in de afdaling van de Mottarone. Het is Daan. Wat verwacht je van David Gaudu in de Tour de France en de Dauphiné? Ja, eigenlijk veel. Gaudu is een heel sterk seizoen aan het rijden. Dus het zou wel eens kunnen dat hij in de Dauphiné al een heel goede vorm te pakken heeft. Alhoewel, misschien kan hij beter in de Dauphiné nog niet te goed zijn. En wie weet in de Tour de France. Hè. Winnen gaat hij hem niet doen. Maar een top 5, ja, ik zou er toch voor oppassen voor Gaudu dit seizoen. Ik vind hem heel sterk rijden, eerlijk gezegd. Dus ik geloof er wel ergens in David Gaudu voor de komende Tour de France. Maar nogmaals, niet om hem te winnen. Nee, dat gaat niet gebeuren. En Baveno komt er ook aan. Voilà, het bord van de laatste kilometer naar die tussensprint. Met Dunbar, Franchini en Paes. Maar hier gaan die mannen niet voor sprinten, nee. Die gaan vol voor die Maglia Azzurra. Franchini voor de dagzegen, neem ik aan. En Woods zit daar ook nog achter met zijn groepje van 10 renners in totaliteit. En wij staan daar nog steeds mooi aan de leiding. Hè? Rechtsbovenin te zien. Het is alweer weg. Godverdomme. Dat gaat altijd zo snel weg. Hè? Man. Maar we stonden duidelijk aan kop in de stand om de Ciclamino. De paarse puntentrui die we dus onder onze roze leiderstrui aan hebben. Jawel. Zouden ze dat in real life soms doen? Ik vraag me dat eigenlijk af. Zouden ze dan 3 treinen aan hebben? Moet toch zalig zijn eigenlijk. Maar zwart, we gaan naar de Colma. De Passo della Colma. In deze versie is het de Colma di Varallo. Een klim van 7,6 kilometer, 5,8 gemiddeld stijgingspercentage en een hoogte van 928 meter. En voilà, daar gaan we op 5 kilometer van de top nog een persvraag erin knallen.
Gaat Evenepoel ooit een grote ronde winnen nadat hij in de Giro al op een uur is gezet? Ja, hij heeft trouwens opgegeven, Remco. Dan waren we ook nog met de vraag, wat vind je ervan dat Evenepoel weer gevallen is? En dan denk ik dat we nog een vraag hadden over Remco. Nee, dat was het. Ja, Evenepoel gaat denk ik wel nog een grote ronde ooit winnen, hoor. Denk ik, hè. Het zal te zien zijn hoe goed dat hij gaat evolueren in het dalen, in zijn stuurmanskunsten, in het overleven in week 3. Want ook dat moet je natuurlijk wel in je genen hebben. We hebben daar nu niet het bewijs van gezien dat hij dat kan. Zeker ook als je onder druk komt te staan en zo. Maar ja, ik durf toch echt wel hoopvol naar de toekomst kijken. En ik denk dat Evenepoel ooit een grote ronde gaat winnen. Laat ons hopen. Ik hoop het in ieder geval. Ik kan er volledig naast zitten. Hè. Dat kan ook natuurlijk. En ja, hij is weer gevallen. Hè. Maar dat hebben we allemaal heel duidelijk gezien. Viel daar ook heel vreemd. Vreemd manoeuvre naar die vangrail. Maar hij moet daaraan gaan werken. Dat is ook wel duidelijk. Mountainbiken, veldrijden, noem maar op. Alles wat die stuurvaardigheid kan in de hand werken, moeten we doen. En een valpartij momenteel. Pino, Maika. Oh, Roglic! Roglic is gevallen! Roglic gevallen in de afdaling van de Colma. Oh, oh, oh. Primoz tegen de grond. En dan gaan we reageren. Ja, moet ik reageren? Is het sportief of niet? Oh, damn. Ja, dit is een spel, mannen. Ik ga reageren. Voilà. Ik ga Tolhoek, ja, die gaat niet meer veel hebben. Maar ik ga Bennett en Kruiswijk naar de kop brengen van dit eerste peloton. Hier hebben we Hart, Arou, Wright. Ja, die zijn aan het wachten op hun kopman natuurlijk, de mannen van Bahrein. En waar zit Primoz? Hij zit hier. Voilà, hier zit Roglic. En Pinot, jawel, de Franse kampioen van Groupama zit daar ook bij. Met Genier en Maika. En daarachter zagen we nog even Nox komen. Vingegaard zit daar ook nog tussen. Hopelijk gaat Jonas zo meteen wel niet beginnen rijden in dat groepje van Roglic. Ik mag hopen van niet of ik kom zot. Ik kom gewoon zot van Pro Cycling Manager. Maar voilà, ze zijn hier wel aan het doorgeven. Vajetje aan het geven. Roglic op achterstand houden. Kom aan, mannen. Oh, oh, oh. Is dit het momentum in deze Giro d'Italia? Is dit het moment dat Roglic zijn Giro gaat verliezen? Hart is daar in ieder geval tempo aan het maken. Wright zit daar inderdaad ook nog. En daar hebben we Roglic. En nog een persvraag ondertussen. Terwijl het akelig spannend is. Gerben, wat vind je van Karsten en Jeroen? De commentatoren natuurlijk op Eurosport. Ja. Ja, ik vind het wel eigenlijk een aangenaam duo om naar te kijken en te luisteren, moet ik zeggen. Goh, ik ben ook op dat gebied redelijk relativerend. Ik merk zelf met mijn video's op te nemen dat het echt niet zo sinecure is om dit soort dingen te becommentariëren, om geen fouten te maken vooral, want daar word je opgepakt. Dus ja, het is echt wel niet zo simpel, hoor, mannen. En sommigen die denken van, allee, wat commentaar geven bij een wielerwedstrijd. Ja, ga je er toch maar even gaan aanzetten, zou ik zeggen. Want bijvoorbeeld nu, de tussensprint in Scopetta, je moet dat wel onthouden dat je dat goed uitspreekt. En ja, ik weet het, ik zeg zelfs heel veel namen nog fout, omdat het niet in mijn moedertaal is, maar zwart. Je moet het wel allemaal studeren, weten, weetjes onthouden en dan ook nog eens kijken wat er gebeurt. Dat juist becommentariëren, jouw zinsbouw zo goed mogelijk proberen te vormen, wat bij mij ook nog zelfs een hekelpunt is. Dus echt wel tonnen respect voor commentatoren, voor live wielerevenementen, sportwedstrijden. Want het is echt niet allemaal zo makkelijk als je denkt, ja, ik zeg het, ga er zelf eens gaan aanzitten. Probeer het zelf eens te doen en kijk dan eens hoe moeilijk het is, want het is echt wel best lastig. En komt daar nu Roglic al terug of is hij ondertussen terug? Nee, nee, Roglic zit hier nu nog steeds te achtervolgen en hij moet het laatste gat nu zelf dichten. Ah, Kruiswijk zit door zijn krachten heen en ook Bennett en hij gaat terugkomen. Ah, damn, damn, damn. We gaan even kijken, wat is zijn gele balk? Zijn rode balk? Oh ja, oké. Okay. Die zitten best ver. Oh, die zitten best ver. En we gaan bijna aan de Alpe di Mera beginnen. Nog een kilometer ongeveer voor de koplopers. En nog een persvraag. Oh, wat is dit spannend, man. Mr. L wint België het EK voetbal. Je mag ook je top 3 zeggen als je wilt. Ja, normaal gezien in de halve finale, als alles goed zit, gaan we sowieso Frankrijk treffen. Dus ja, ik vrees een beetje dat we tegen Frankrijk tekort gaan komen. Zeker met onze verdediging die we hebben bij de Belgen. Maar natuurlijk moet ik chauvinistisch en positief zijn. Jawel, de Belgen gaan het EK winnen. En voor de Noorderburen, ja mannen, ik hoop dat jullie ver gaan geraken met Nederland.
Maar ik zie ze totaal niet het TK winnen. Hè. Als er sommigen toch onder jullie denken van ja, Oranje gaat het TK winnen. Ik denk het niet, mannen. Maar wij zijn gaan aanvallen met niet een oranje rijder, maar wel met een roze rijder. Jawel, de Maglia Rossa op de Alpe di Mera. We zijn eraan begonnen. Een klim van 9 kilometer, 9,1%. En Roglic zit hier. Oh, en kijk die gele balk. We zitten sowieso voor op Roglic met onze gele balk. Gaan we hem hier kapot rijden? Gaan we hier onze Giro binnenslepen? Het ziet er heel goed uit. Het ziet er bijzonder goed uit. Wow, wow, wow. We gaan vandaag geen tijd verliezen, LM. Als ik hier vandaag het nog verkloot met tijd te verliezen, dan, ja, dan ben ik gewoon rot slecht aan het spelen. Zelfs op extreem 1.1. Deze zou moeten binnen zijn. Kom aan, mannen. McNulty, Roglic schuift op. Ja, Roglic schuift op. Godver de Godver. Kom aan, Van Aert. Blijven volgen. En we gaan natuurlijk zo lang mogelijk wachten. Ook met de Airo. De Airo heb ik daarnet al gebruikt. Ja, het is zwaar. Ah, shit. Zo lang mogelijk wachten met Schelke. Ik heb me niet versproken, mannen. Nee, nee. Geen paniek. Niets gebeurt. Niemand heeft het gehoord. En nu de versnelling van Uran. We gaan tegenaanvallen op Landa. Ja, we kunnen het ons permitteren, hè. Wetende dat Roglic misschien zo meteen gaat sterven op deze Alpe di Mera. Is dit het momentum? Samen met de rit naar de Montalcino natuurlijk. Waar we minuten hebben gepakt op de concurrentie. En het breekt hierachter. Ja, wij kunnen niet volgen met Uran. Hè. Die gaat veel te snel. We gaan wel naar het wiel van Quintana misschien nog geraken. Ah, nee, zelfs dat wordt heel moeilijk. De vluchters van de dag worden ook 1-1 gegrepen nu. En dan gaan we verder en verder op de Alpe. Kom aan, Van Aert. Het ziet er bijzonder lekker uit, dit. Waar zit Roglic? We gaan even monsteren. Almeida, Yates, Franchini, Flores, Mollema. Nee, Pinot. Zit hij achter Pinot? Groepje Schachman met Ciccone, Merisse. Oh, daar is Roglic. Oh, oh, oh. Daar is Roglic. Ja, het is een behoorlijke kloof al, hè. Wat een gat op de Sloveen. We gaan tijd terugpakken. Damn, damn, damn. Wat is dit hier allemaal? We gaan tijd terugpakken. Zijn we op weg om de Giro te winnen, ja? Nog één bergrit morgen. En dan is het klaar. Oké, okay, wel nog een tijdrit in Milaan. Ook, daar kan het ook nog misgaan natuurlijk op extreem 1.1. Ik had gehoopt om nog met een kleine tijdsmarge de Maglia Rossa te behouden. Maar kijk eens aan. We gaan hem met verve behouden. Al hebben we ook veel geluk gehad vandaag. Zelf ook gevallen, niet vergeten. Maar wij op een veel beter moment, want we konden makkelijk terugkomen met heel weinig energieverlies. Maar voor Roglic was daar vooral het moordende tempo, de doodsteek. Oeh, Landa is vierde, Uran vijfde. Tony Galopin heeft gewonnen voor Paes en Paré-Peintre. Dat waren de mannen uit de vroege vlucht. Landa en Uran dus uit de groep der favorieten weggesprongen. Adam Yates ook sterk vandaag, maar wat is het verdikt voor Primoz? En wat kan hij nog doen in de laatste bergrit en die tijdrit? Is deze Giro gestreden? Ja, is hij gestreden. Hier de herhaling van Galopin, die dus wint op de Alpe di Mera. Ja, ja, is de Giro over voor Roglic? Wat is zijn tijdsverlies? Extreem natuurlijk, nog even aantonen. Voilà. Volgende aflevering zal ik wel nog eens tonen dat het op 1.1 is met de PCMC-tool. Maar morgen meer daarover, hè. Voilà. En Tony Galopin heeft dus gewonnen 46 seconden voor op Paes. Dan Paré-Peintre op 2 minuten. En dan Landa en Uran net nog binnen de 3 minuten. Mollema op iets meer dan 3 minuten. Dan de groep van Guillaume Martin. Met daarin Adam Yates, Izaguirre en Flores. En wij konden helaas daar niet meer bij komen. 3 minuten 39 verloren met Wout van Aert. En waar is Roglic? Waar komt hij uit? Ja, Van Hoeken wederom een vrij goede klim gereden. Nairo Quintana is toch nog wel wat weggezakt. We hebben nog 20 seconden gepakt op de Colombiaan. Joao Almeida, Martinez, Pino. Ja, Pino en Roglic zaten toch ongeveer in elkaars buurt. Ingen Bernal op plek 26. Oh, dit is veel, man. 6 minuten 14 voor Primoz Roglic. Wow. Het is echt veel. Ik had niet verwacht dat het zo'n grote kloof ging zijn. We gaan de Giro winnen. We gaan de Giro winnen alleen, man. What the fuck. En oké, okay, we hebben onze klimstijd verhoogd. Maar ik denk dat het toch wel heel duidelijk was dat we in de aankomsten bergop
ver de mindere waren dan toch 10 man. Misschien 5 renners. Nee, eigenlijk 10 renners. Hè. Ja, we waren toch bijna nooit in de top 10 in de aankomsten bergop. Oké, wel door de vluchters van de dag ook deels. Maar we waren toch zeker niet bij de beste 5 klimmers in deze Giro. Hè. En toch staan we daar op 5 minuten 15 van Primoz Roglic. En inderdaad heel veel te danken aan de kassei. Nee, en de gravelrit naar de Montalcino. Niet de kasseirit, wel een kasseiversie qua gamemaking. Maar het was over die grindwegen waar we echt een bijzonder grote slag hebben uitgedeeld. En vandaag komen we met de schrik vrij op de Alpe di Mera. En Roglic niet, nee, valt, verliest kostbare energie en kan niet volgen op de slotklim. En wij staan plots volledig in pole position om deze Giro te winnen. Oh damn man, dit zou wel zot zijn. En dan gaan we morgen kijken naar etappe 20. De voorlaatste van deze Giro van Aert verkend. En dan natuurlijk op zaterdag gaan we naar de afsluitende tijdrit. In ieder geval, als je deze aflevering leuk vond, like hem gerust. Abonneer nog gerust als je het niet hebt gedaan. En ja, ik weet het, het is misschien niet volledig realistisch. Maar ja, kan er ook niet aan doen. We hebben onze stats verhoogd omdat jullie dat wouden. Anderzijds, bergop waren we zeker niet de best in deze Giro. Maar de omstandigheden zitten echt wel mee. En in Montalcino waren we ook gewoon de beste gravel of grindvreter. En we staan aan de leiding. We gaan de Giro winnen. Het ziet er heel goed naar uit dat we de Giro gaan winnen. Bedankt om te kijken in ieder geval. En ciao ciao.